Het is stil in grote stukken van het LUMC. De collegezalen en de bibliotheek zijn leeg. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het is een hele vreemde tijd. Ik mis de reuring, jullie tomeloze energie, jullie inzet voor je studie en voor ons aller LUMC. Aan de andere kant ben ik behoorlijk trots hoe jullie omgaan met deze crisis: om te zien hoe jullie je studie digitaal vervolgen of daar waar mogelijk is vrijwilligerswerk doen. Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk voor jullie is. Onafhankelijk van welke fase van de studie. Of net begonnen, nieuwe vrienden in Leiden. De studie begonnen waar je al die tijd op gehoopt hebt. Of later in de studie je stages die afgebroken zijn. Of zelfs uit het buitenland teruggekomen naar Nederland. Of die kooschappen waar je je zo op had verheugd. En die nu even stilstaan. Een lastige tijd om ermee om te gaan. En ook nu met al het digitale onderwijs. Om je dagindeling op de juiste manier op te pakken. We doen er alles aan om zoveel mogelijk het onderwijs digitaal te laten doorgaan. Uh, Dat is een ontzettende hoeveelheid werk, waarbij ik trots ben op jullie docenten, die in een hele korte tijd een heleboel materiaal voor jullie bij elkaar hebben gehaald, dan wel nieuw gemaakt om de voortgang zoveel mogelijk erin te houden. Sommige dingen kunnen natuurlijk niet. De snijzaal kan niet digitaal, en kooschappen ook niet. Dus daar proberen we een oplossing voor te vinden om dat later in het jaar, bijvoorbeeld, in te halen. Ook het toetsen is niet zo makkelijk, omdat we een manier te doen die, enerzijds, recht geeft aan jullie studieprestaties en anderzijds ook volgens de examencommissie voldoet aan alle mogelijke eisen. Het is heel verleidelijk om ochtends in bed te blijven liggen, maar probeer. Toch, net zoals je normaal naar college gaat, die e-learning ochtends aan te doen, te werken en sociaal contact te zoeken, bijvoorbeeld door elkaar te bellen of te appen. Jullie docenten zijn voor een groot deel ook artsen en die werken zich drie slagen in het rond voor alle zorg. De coronapatiënten natuurlijk, maar ook alle andere patiënten om het ziekenhuis zoveel mogelijk nog op volle toeren te laten draaien voor hun een zware tijd. En Probeer een beetje begrip ervoor te hebben dat soms met het onderwijs daardoor wat vertraging oploopt. We proberen, zoals ik eerder zei, zoveel mogelijk de vertraging te voorkomen. Maar we moeten het ziekenhuisdeel ook in volle omvang meer dan ooit nu onder stoom hebben. Ik kan me voorstellen dat je met vragen zit, zeker over studievertraging. Onze studieadviseurs zijn continu online aanwezig. En ook digitaal bereikbaar voor jullie vragen. We doen er alles aan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle problemen die er zijn. En soms vragen we een klein beetje om jullie geduld. Um, om deze moeilijke tijd door te komen. Tot slot, hou de lol erin. Heb lol met elkaar op afstand. En um, zorg dat je gezond bent. Houd je aan de regels. Ik kijk er heel erg naar uit om jullie weer terug te zien. En ik hoop jullie ook een klein beetje. Dat jullie eruit kijken om ons allemaal in het NMC weer terug te zien. Hou vol en veel sterkte in deze tijd.